Leiding geven is een cruciaal aspect voor de defensieorganisatie. Zonder goede leiding kan je niet die successen behalen die je beoogt. Woorden van kolonel Justus Huaki, commandant van het Instituut voor Defensieopleidingen. Hij sprak op vrijdag 2 februari bij de certificaatuitreiking aan participanten van de leiderschapstraining. Deze training is verzorgd door functionarissen van het expertisecentrum Leiderschap Defensie uit Nederland. Wij brengen u het volgende verslag van deze activiteit. We hebben vandaag de officiële afsluiting van dit deel van het programma. En ik zeg dit deel, omdat we al een eerste deel hebben gehad. En we zullen nog een vervolgtraject hebben. Bij het aantreden van minister Matura heeft zij samen met de staf, de legerleiding, hebben zij heel wat punten uitgezet, indicatoren opgezet die zij willen bereiken tijdens deze regeerperiode. En één daarvan is een zeer belangrijke en dat is het aspect van leiding geven. Voor zo'n organisatie als de Defensieorganisatie is leiding geven een zeer cruciale aspect. Je kunt heel wat middelen hebben, je kunt heel wat mensen hebben, maar als er geen goede leiding is, dan zal je niet die successen halen als wat je beoogt. In dat kader hebben we als partner gevonden het ECLD om ons hierin te ondersteunen, om onze defensievisie die wij zelf hebben ontwikkeld en ook vaardigheden binnen deze visie, om die door te laten sijpelen naar onze mensen. Het expertisecentrum heeft een ruime ervaring en wij hadden een ruime achterstand. En om die twee goed te laten lopen, zeggen wij, om tijd te winnen, haal je specialisten binnen. En dat is normaal binnen elk bedrijf. Haal je specialisten binnen, haal je kennis binnen, haal je vaardigheid binnen. En dat maakt dat het uitgezette traject van de minister en de defensiestaf, dat we dat traject hebben ingekort. Omdat wij ter zake deskundigen binnen hebben gehaald. We hebben programma's beschreven en in gemeen overleg dit ook uitgevoerd. Het waren meerdere activiteiten. Dus als we praten over leiderschap, is leiderschap een heel breed gebied. Ja. Je hebt hard skills, je hebt soft skills. En dat alles hebben we samengebracht. En in bijna 2 weken hebben we een groot deel van de defensieorganisatie in de banken teruggehad. Waaronder ook de Defensieraad. En let wel, ik ben de Defensieraad. Wat een gewaagde poging. Het is in vele bedrijven dat de top niet open staat voor veranderingen of dingen te leren. Maar ik mag wel zeggen en benadrukken dat deze minister met haar staf bereid zijn om ook nog te leren. Trouwens, ik zeg, je leert niet meer als je dood bent. Dan pas stopt het leren. Dat aangevende wil ik ook benadrukken dat Defensie zich heeft geprofileerd als een lerende organisatie. Ze zijn eager om te leren, ze zijn eager om verandering door te voeren, ze zijn eager om bij te benen wat in de wereld afspeelt. En leiderschap is dan een belangrijk fundament in dit spel. Samen met kolonel Justus Huaki en majoor Landveld hebben een enorm goed contact. Eigenlijk al zo'n 3/4 jaar zijn we met elkaar bezig om te kijken of we het leiderschap en de teamvorming binnen de Surinaamse Defensie samen kunnen verbeteren. En we hebben al een aantal trajecten gedaan. We zijn hier nu voor de 3e keer. En we zijn vooral ook bezig geweest met de visie leiderschap voor de Surinaamse Defensie, het plan van aanpak, wat inmiddels in een vergevorderd stadium is. We zijn bezig geweest met een leiderschapscircomplex, daar hebben we ook trainingen in verzorgd. We zijn ook bezig geweest met een module bespreken, afspreken en aanspreken. We noemen dat ook in Nederland wel de soft skills. Hoe geef je feedback?
niet alleen aan elkaar, maar ook in een team. We zijn bezig geweest met sociale veiligheid. Dus hoe kun je er als leidinggevende voor zorgen dat je een dusdanig veilige omgeving creëert. Dat mensen zich veilig voelen. Dat ze ook kunnen vertellen waar ze mee zitten. En dat uiteindelijk ook de teamperformance toeneemt. We zijn ook bezig geweest met een bijzonder traject met de Defensieraad. Dus teamcoaching met de Defensieraad. En wat mij in ieder geval is opgevallen, is ook als het gaat om de Defensieraad als team, dat er enorme stappen zijn gemaakt. Dus dat was wel heel mooi om te zien. En er is een zeer actieve participatie geweest van, ik geloof wel bijna 120 of 130 militairen van de Surinaamse Defensie. Die we allemaal gezien hebben in die trainingen. En ik kan wel zeggen dat ook de sfeer in die trainingen heel erg goed is geweest. En dat we met elkaar en van elkaar geleerd hebben. Dus ja, alles bij elkaar kijken we terug op een enorm plezierig werkbezoek. En wellicht dat ook in de toekomst een en ander nog voortgezet gaat worden. Dank u wel.